Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering hier op Edeldier. En ik ben weer terug met Community Craft. Ja, het was weer tijd voor een nieuwe aflevering. Vorige keer hebben we natuurlijk twee keer een leuke aflevering gedaan met Joost. En dat was onze start op deze map. Als je dat nog niet hebt gezien, ja, dan moet je eigenlijk nog wel even kijken nemen natuurlijk. Hè? Want anders weet je natuurlijk niet wat we allemaal hebben gedaan. Twee afleveringen bij mij, twee afleveringen bij Joost zijn kanaal. Maar vandaag dacht ik, hey, weet je wat, het is ook wel even tijd dat ik even in mijn eentje een aflevering opneem, want ja, dan heb ik even een afleveringetje extra deze week, hopelijk. Want als het goed is komen er ook gewoon weer twee afleveringen met Joost online, hoop ik. Dat zou heel erg fijn zijn. Even kijken, dat is weer een gat van drie. Ik ben hier weer even bezig met een soort platform aan het maken, want ik wil eventueel wel een tweede gebouwtje hierbij zetten waar we wat chest en zo kunnen inzetten. Dat lijkt me wel heel erg praktisch. Dus wat we eventjes gaan doen is even proberen hier een huis van te maken. Of tenminste weer een platform van te maken om een huis op te maken. Zo moet ik het zeggen. En dat komt helemaal goed, want als we dat hier doen, dan kunnen we dat weer meteen verbinden met het vasteland. En dat is natuurlijk altijd mooi. Kijk, kunnen we dat gewoon weer zo vastmaken hier aan. Helemaal toppie-joppie. Ja, dat was eigenlijk al meteen al mijn slaaps. Dus we gaan eventjes alle pilaren neerzetten. En dan kunnen we daarna eventjes kijken voor eventueel het begin te maken van dat huisje. Want we willen natuurlijk uiteindelijk daar ergens in die baai gaan bouwen. Maar ja, aangezien we hier toch onze stad bouwen, dacht ik, ja, kunnen we net zo goed hier ook even een soort opslag of zo gaan bouwen. Waar we dan als begin toch wel wat spulletjes kwijt kunnen. En uiteindelijk kunnen we misschien dan die baai langzaamaan hier een beetje aan verbinden. Dat we dat een beetje samenvoegen, weet je wel. Dat alles een beetje bij elkaar hoort. Niks apart, niks afgesloten. Gewoon een grote gezellige boel, want dat is natuurlijk wel zo leuk. Wat ik wel even wilde gaan doen, is hier even eigenlijk wat smelttafels gaan maken. Furnaces. Dat we echt genoeg plek hebben om van alles warm te maken, klaar te maken en zo. Dus ik dacht, dat doen we even en dan zetten we die gewoon zo even neer. En dan kunnen we deze daar wel tussenin zetten, denk ik. Zo, kijk, dan hebben we hier zo'n mooie werkgebiedje. Ik kan hier even wat toortjes neerhangen. Dat het hier niet zo donker is in ieder geval. Ik moet sowieso meer toortjes maken, zie ik nu. Want anders wordt het straks echt heel donker. En ik wil eventjes wat meer hout hebben. Zo ja. En dan wil ik eigenlijk, eventjes wat slabs gaan maken. Zo, nou, er moet voorlopig wel even genoeg slabs zijn. Gaan we even snel hierin. Hier heb ik ook maar een deurtje ingezet, zodat we, ja, dat we wat veiliger zitten. Want anders zitten we natuurlijk zo in de, ja, dat open gebied. Dan krijgen we elke keer die mobs, want die spawnen nogal veel. En dat is natuurlijk ook niet altijd even fijn. Zo, nou, doen we die even terug. Zetten we deze neer. Want dan hebben we weer wat torches om te gebruiken. We hebben sowieso nog wel wat meer hout nodig uiteindelijk. Om het platform af te maken. Maar voor nu hebben we voldoende. Want dit kunnen we natuurlijk gewoon zo gaan verbinden. Helemaal in orde zo. En ja, dat komt helemaal goed. Dus we doen dit even zo. Helemaal goed, helemaal goed. Even kijken hoor. Zo. Even kijken, halen we deze weg. Hup, zwemmen we hier weer naar boven toe. Ja, helemaal mooi, helemaal mooi. Kijk, dan hebben we hier weer het paaltje. En daar willen we dan even zo wat van dingen aan vastmaken. Dan doen we hier weer eventjes zo heen. Oh, die moeten we niet hebben natuurlijk. Zo. Oh jee. Moet niet alles tegelijkertijd gaan gebruiken. Zo, want dan gaan we hier even weer een platformpje bouwen. En daar kunnen we dan ons opslaghuis op gaan bouwen, hopelijk.
Want dat is natuurlijk wel handig als we gewoon even een flinke plek hebben waar we opslag kunnen maken, waar we alle chests een beetje gestructureerd neer kunnen gaan zetten. In plaats van dat het een zooitje wordt. Ik vind het niet zo fijn dat die meneer Creeper denkt van, hey, kom even hier chillen. Want, ho, ho, ho. Oh, 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 oh. Zo, nou, zo doen we dat. Hier kunnen we in ieder geval niet op. Dus we moeten eventjes, oh my god, terugzwemmen. Af en toe wordt het zo lastig, hè? Dat survivalen. Ja, het jammer is dus dat we op dit moment nog niet alle pilaren hoog genoeg kunnen maken om er wat op te zetten meteen. Nou, dan gaan we eerst gewoon even rustig verder met überhaupt al die pilaren afmaken. Zoiets. Zo. Kijk eens aan. Helemaal mooi zo. Oh, hallo meneer. Hallo, hallo. Kijk eens aan, zo doen we dat. Helemaal in orde. Even kijken hoor. Nou, doen we zo. Zo. En zo. Even kijken. Dan hebben we hier weer een of andere zombie die me gaat aanvallen. Dat doen we even niet, hè. Zo. Hallo meneer, dat vind ik dus niet zo prettig, hè? Heel de tijd dat geluid. Tjongejonge. Nou, we gaan hier gewoon even rustig verder. Zo doen we dit even weghalen. Hupske. Hupke, helemaal mooi. Die doen we even zo invullen. Zo, zo. Deze mag weg. Hier hoeft er niet eentje bovenop te zitten. Zo, deze halen we even erbij. Kijk eens aan, we gaan even gewoon even lekker zo'n stukje bouwen. Kijk, dan hebben we dit platform in ieder geval bijna af. Dan hoeven we dat niet te doen als ik samen met Joost weer ga spelen. Dan kunnen we gewoon gaan zorgen dat er hier een mooi opslaggebouwtje komt. En ja, dan komt dat helemaal goed, denk ik. Zo. Ah ja, en dit was dan het plekje naar de kant toe. Helemaal goed. Gaan we dit even verder invullen? Want wij willen hier natuurlijk weer een mooi huisje op gaan zetten met opslag. Oh jee. Kom op. Zo doen we dat. Kijk, dat is nou nog eens handig. Pakken we deze er ook even bij. Zo. Ja. Hebben we deze ook weer gevuld? Komt die zo helemaal mooi? Nou, het volgende stukje ook nog even vullen. Helemaal goed, helemaal goed. Juist, deze ook nog even dicht doen dan. Kijk eens heen. Oh. Zo doen we dat, zo doen we dat. Kijk eens aan, helemaal mooi, helemaal mooi. Helemaal in orde. Zouden we dit nog halen? Net niet zeker. Altijd haal je het net niet. Even kijken hoor. Oeh, nee, haal hem niet. Hey. Hey, 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 meneertje, meneertje. Meneertje, toch? Oh, dude. We halen het net niet. Dat is flink balen. Want volgens mij was ons hout ook helemaal op. Even kijken hoor. Nee, we hebben hier gewoon nog wat hout. Kunnen we even wat plankjes maken hier zo?
Doen we dit weer even zo verspreiden. Kijk eens aan. Helemaal mooi. Kijk, maar nu kunnen we ook dit even doen. En dan kunnen we zo meteen even overal toortjes op gaan zetten. Ho, 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 dat was opeens een leg spike. Oh my god. Ik word helemaal aangevallen. Het is een heel leger dat nu... Ho, 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 mijn iron sword. Oh jee. Come on. Wel goede loot trouwens. Dat dan weer wel. Hey, hallo meneer. Hallo, hallo. Leuk dat je ook even langskomt, maar ga maar weer weg. Zo. Hallo meneer. Moet jij niet in de fik vliegen inderdaad? Zo. Nou, zetten we hier even allemaal toortjes op. Oh. Nou, moet dat nou? Ik was net klaar met bouwen. Dat vind ik nou ook niet echt heel aardig. Zo, nou, we hebben in ieder geval weer het tweede platformpje af. Zetten we even overal toortjes op, zodat er niet te veel mop meer gaan spawnen als het donker wordt. Zo, nou, in ieder geval heb ik het tweede platformpje af. En dat wordt ook even het einde van deze aflevering. Hopelijk vonden jullie het weer een leuke aflevering. Als het zo is, vergeet dan niet even een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer ook op Edeltje als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer terug in de volgende video. Tot dan. Plot!